Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Blivius, en welkom bij weer een nieuwe episode van Let's Play Harry Potter en de Goblet of Fire, met Blivius natuurlijk. En vandaag heb ik even een paar schilden verzameld, waardoor het mogelijk is dat wij naar de bathroom heen gaan. Dus ik ga even een kijkje nemen daar, en zien wat er te doen is. Als het goed is, heb ik al die kaarten heb ik al mooi verzameld. Zo, en hatsenplats. Dus, we gaan even kijken. Potter, I realize I never thanked you for tipping me off about the dragons. The prefect's bathroom's not a bad place for a bath. Passwords, pine fresh. Oké, dat was veel licht aan mijn ogen, maar... We zijn toch binnen. Hier in, ja, wat zou het zijn? Een soort van badkamer dus. Are you sure only prefects can use this bathroom? Wow! Oops! Sorry, Harry. Oh, fijn. Bedankt, Ron. The egg went through that hole. Find the golden egg. Nou. Wingardium Leviosa. Dat was niet helemaal zoals ik het wou eigenlijk. Dat eigenlijk ook niet. We need to find a way through that wall. Boom. Nog eentje denk ik. Well, that did it. Ja, dat klopt inderdaad. Find that egg. Oh, je kreeg smackies uit het bad. Oké, dat wist ik niet. Mag wel eens tegen de kraan uitsmeten. Niks bijzonders. Dat is jammer. Nog weer in het bad smeten? Ja, dat kan veel effect hebben. Nou, ik vraag me af hoe lang het er doorgaat. Niet heel lang. Oké. Jammer dan. Nou, dat was ook een klein beetje hier wat we zouden kunnen doen. We gaan eens even dat gat in. Oké. Let's keep going. We might find a way down to it. Nou, vast wel. Laten we even gaan kijken wat we hier wel kunnen vinden. Een radiator. Nou. Oh. Ja, kaboom hè. Oh, ik denk dat ik hem tegen die... vast tegen die pijp aangooien ofzo. Niet helemaal dus. Huppakee. Of zullen we naar de overkant in gaan? Maar we kunnen helemaal niet naar de overkant in, dacht ik. Of, oh, wel. Ja. Of rond. Nou, dat hebben we ook weer gedaan. Eens even kijken wat hier allemaal te vinden is. Een ketel en een paar van deze leuke dingen. Nou. Die vissen zijn dus onsterfelijk, die kunnen niet dood. Nou, hup. Hartstikke kapot. Guardian Leviosa. En die ook. Wat toch allemaal niet mogelijk is met een paar spreuken. En een minischild. Volgens mij heb ik... oh, ik had dus weer een... iets van 10 mini schildjes verzameld, waardoor ik een heel groot schild heb schijnbaar. Dat is hartstikke mooi. Dus dat schild weer een paar schildjes zoeken. Even langs deze pijpen. Oh. Au. Fijn, net is weer iets te laat. Helaas kan niet iedereen even goed nadenken als mij. Daar blijft continu stoom blazen, dus ik kan daar vast niet langs. Hier blaast ook continu stoom. Waar dan heen? Hoe kom ik daar boven dan? Ik kan volgens mij wel daarheen, denk ik. En dan hierop misschien? Ja, dat gaat wel goed. En dan waarschijnlijk Guardian Leviosa. Stuk maken. Huppakee. Help eventjes mee aan deze kant alsjeblieft. Oké. Dank u.
Zo, iemand heeft ook een slechte dag tot horen. Kan ik hier nog omver blazen? Nee. Want dan ga ik namelijk zelf ook onderuit. Dat heeft niet zoveel nut. Nou, deze kant op dan maar. We need to move the pipes. Oh, Koperen tractor dan maar, denk ik, hè? Dat heb ik dan net gedaan? Of hebben we het toch net gedaan? We kunnen tenminste hier naartoe. Whatever hier ook mag zijn, we kunnen daar naartoe. Ja, een beetje help graag. Dank u. Nou, hij klinkt alsof hij heel nodig moet poepen of wat dan ook. Ja, dankjewel. Zo. Moet wel dezelfde kant op trekken, lijkt me, hè? Niet helemaal wat ik in gedachten had, maar... We doen ongeveer wel wat je nodig hebt. En die ook even uit de weg. Zal misschien wel handig zijn. Heel mooi, dankjewel. Oh, shit. Oh, nou hup, schieten we die handel. Ja, de. Oh, mis. Auw, die was raak. Niet leuk. Moet ik dat ding van je afpakken of zo? Auw, nou, nu speel je vals. Oh, ik heb hem een masker gegeven, dat is leuk. Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen dan? Nou ja, maak hem maar stuk. Kom hier. Geef hem een pompoen op aan. En maak hem nou dood. Dus ja, zo gaat het een klein beetje, denk ik. Oh, chips, hij is net ontploft. Ja, dat doe ik toch. Nou, we moeten nou weer de andere kant op. Kunnen we hier langs? Nee. Oh, nog meer aapmannetjes. Ja, geef maar hier die smackies. Kom van mij. Af. Af. Alle smackies zijn voor mij. Oh, iedereen heeft trouwens een keer een smackies. Waarom zijn er spontaan zoveel van die adelingen hier? Oh, oh. Auw. Dat is niet netjes even achter. Dankjewel. Oh. Nou, bedankt dat je mij niet geraakt, auw. Hij heeft me dus wel geraakt. Nou, bedankt. Maar ik heb een choco-kikker. Geef maar aan mij. Al die muntjes zijn van mij. Nog eentje. Nou, neerknal die handel. Hup. Oh. Serieus, nog meer? Ja, dankjewel. Moet ik nou serieus daarop weer gaan en dan... Oh, moet ik weer helemaal omlopen naar het andere stukje in. Ik dacht al, waarom stonden die kisten daar nou? Maar nu weet je het. Nu weet je dus waarom die kisten er staan. Ja, even kijken. Guardian Leviosa. Wel goed richten. En alles weer stuk. Nou, helemaal teruglopen. Nou,
zijn die buizen in ieder geval kapot. Een paar ketelkoekjes. En daar beneden. Maak hem stuk. Maak het stuk. En sterven. Ja, hij geeft alleen maar om die bonen natuurlijk, hè. Oké, nou bedankt zou ik zeggen. Daar is nog zo'n ding. Daar is nog een ding. Hoe krijgen we dat schild eigenlijk omhoog? Dat is nog wel een beetje de vraag. Wat kunnen we hiermee? Dat is nog wel een brug. Laat daar vanuit trekken aan die brug. Hij zag zo mooi, oké, maar dan moet je even helpen, hè? Dank je. Wat kunnen we hierop doen eigenlijk? Dat is dat helemaal zo'n stom ding. We zijn nu gewoon hier. Oké, nou, bedankt denk ik. Nou, ik zou begon niet weten wat we hier moeten doen. Dan alleen die stomme dozen daar tegenaan knallen, dus... Laat gaan, zou ik zeggen. Ik kijk wel op een later manier hoe die... Hoe je die andere dingen kunt weghalen, die... Oh, fijn is allemaal anders. Alsof het niet erger komt. Oh, we worden ook flink even ingegooid. Top. Leuk. Ontdooi in die handel. En nou schieten. Nou, hup, nou dat vuur uitmaken. Beetje hulp graag. Oké, het is al uit. Nou, mooi. Nou kunnen we dus drie verschillende richtingen uit. En hier moet waarschijnlijk iets heel erg groots op staan. Maar ik heb geen idee wat het is. Ik heb geen idee wat ik daarop moet zetten. Zo'n ding. Zo'n vat. Moet hij gewoon even kaboom doen ofzo. Ik denk het haast niet, maar... Zoals ik al dacht, waarschijnlijk niet. Nou, geen idee dus, maar dit is in ieder geval niet de kant waar we al moeten. Waarschijnlijk dan toch deze kant op. Want hier kunnen we namelijk wel naartoe. Ja, dat zou inderdaad wel heel fijn zijn als ik me wel helpen. Helemaal top. Guardian Leviosa. Helemaal stuk. Ik zie trouwens een heel mooi schild daar staan, hè, maar... Ik denk nog niet dat ik daar kan komen. Het enige wat ik nodig heb is hulp hier wel. Heel goed. Zo hé. Laat die ook even naar beneden trekken dan. En die. Give us a hand here, Ron. Alright. Ja, Ron is weer een beetje aan het toekijken, die aap. Nou, kom op. Neer met die brug. Fijn, laatste. Nou, Hermeline die schiet in één keer naar achteren alsof ze een peper in de reet heeft gekregen. Nou, is in ieder geval fijn dat bij haar wel werkt. Ik ga mooi hier naartoe. Ik wil naar. Ik één voor het. Au. Is dat er weer? Nou. Nu sta ik hierop en wat nou? Akio, hoe kom ik naar de overkant heen? Ik denk dat het iets van de bedoeling is met die plantjes. Ik denk dat ik die spreuken nog niet heb.
denk ik speciale spreuk moet hebben voor dat schild. Daar dus. Ja, kan gebeuren. Kan dus. Maakt niet uit. Ga ik gewoon verder met het... Au. Ik weet niet waar die kerel van last heeft. Waarschijnlijk onzichtbare krampjes of zo, maar... Het zal wel waar zijn. Ik ga gewoon hier naartoe. Dus, nog een salamander. Oh, oh. Als ik een vuur nou eens in elkaar uitblazen. Mooi. Dat is uit. Ja, goed gezien, Ron. Ik sta inderdaad in vuur en vlam. Dankjewel. Hé, hoezo is dat vuur weer aan? Nou is het weer uit. Oké, mooi. Waarom gaat het vuur elke keer automatisch aan eigenlijk? Dat vind ik niet netjes. Ja, misschien iets van hulp. Waarom geef ik gewoon alleen maar om die stomme bonen? Nou, alles uit. Mooi. Zo, we zijn eventjes niet zijn, dames en heren. Pool. Oké. Okay. Nou, trek maar mee. Aha. Nou ligt hij weer in het water. Mooi. Denk ik. Oh, fijn. Nou, ik ga vast, jongens. Dikke doei. Oh. The blast, it burnt me. Ja, serieus, ja? Daar had ik nog niet in de gaten dat je echt gebrand werd. Volgens mij moet ik nog heel weer terug naar het plekje waar we begonnen zijn. En dat gaat waarschijnlijk niet via hier, ben ik bang. Want je kunt hier nergens omhoog. Ja. Oh, jawel, toch wel. Ho. Ik ga liever niet tegen de salamanders vechten, jongens. Ik ga liever toch deze weg. Au. Ja, mooi. Ik heb geen zin om tegen die salamanders te gaan vechten. Oh. Ja, dat zeer weet ik. Hij loopt toch gewoon door. Je kunt hier voor mij niet eens normaal verder lopen, of wel? Oké, hoe komen we weer terug? Terwijl die lui om de havenklap maar doorgaan. Ja, auw. Nou, het maakt me niet dat ze doorgaan hoor. Ik bedoel, ik hoef toch niet voor ze te betalen. Of geen levens voor ze te betalen. Hoe komen we nou terug bij het begin, als ik vragen mag? Het lijkt me toch wel dat ik daar moet op kunnen klimmen. Ow, ja, dat doe ik wel lekker zeer. Oh, gewoon hier op klimmen dus. Oké, nou. Ja, let daar gewoon eens op. Oh, serieus? Aapmannetjes. Worden van alle kanten worden beschoten. Echt heerlijk dit. Maak hem dood dan ofzo. Oh, dan ben ik dood. Dankjewel jongens voor de goede hulp. En daar ben ik heel blij mee dat jullie mij zo goed helpen. Ja, dat al die beesten maar lekker ontploffen. Ja, hulp aan deze kant. Kom op zeg. Doe het allemaal een beetje waar je zin aan hebt, of niet soms? Ja, misschien even concentreren op die aardmannetjes daar of zo. Die heel veel van die rotzooi veroorzaken en zo. Ze komen overal, joh, die dingen. Houden ze ook nog ergens een keer mee op of zo? Of waar komen ze allemaal vandaan hier? Hier komt er daar nog eentje weer vandaan. Ja, hup. Nou, gewoon ze allemaal weer hier.
Voor mij is het gewoon rennen voor je leven hoor. Huppakee, doei. Dan ga ik maar een stukje door, ik kom mee schil. Hier naartoe, bye. Geen ding aan die aap maar, ben je gek of zo? Hier, dik schild voor je leven, huppakee. Die heb ik wel verdiend inderdaad. Kom hier. Jongen, jongen, niet normaal. Blij dat ik hier toch weg ben, echt waar. 226, dacht ik veel mis met je radio. Nou, kijk eens aan, we hebben het toch eindelijk kunnen redden. Nou, dan hebben we nog een keer, keertje tijd. Daarmee wil ik je natuurlijk allemaal hartelijk bedanken voor het kijken naar de episode. Hoop dat je hem leuk vond. De volgende keer gaan we verder met een ander deel. Dan gaan we verder met ja, nog meer schilderzoeken helaas. Of we gaan verder met kruidenkunde. Daarmee zou ik zeggen bedankt voor het kijken nogmaals iedereen. Laat even een blauw duimpje achter als een comment voor de volgende keer. Zou ik zeggen bedankt voor het kijken nogmaals. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.